Ik heb dorst. Dit is de dorstkreet van Jezus. Hij dorst ernaar ons zijn liefde te geven. Hij dorst ernaar van onze liefde te ontvangen. Hij is immers God de Zoon, die aan het kruis voor ons stierf. Twee heiligen hebben zijn dorstkreet op een bijzondere manier gehoord en beantwoord. Geef mij te drinken, ik heb dorst. Geef mij te drinken, ik heb dorst. Ik heb dorst naar jouw liefde. Ik verlang naar jou. Geef mij te drinken, ik heb dorst. Geef mij te drinken, ik heb dorst. Hoe meer ik hem te drinken gaf, des te meer nam de dorst van mijn arme ziel toe. Zolang jullie Jezus niet horen in de stilte van je hart, kun je zijn ik heb dorst ook niet horen in het hart van de armen. Geef mij te drinken, ik heb dorst. Jacques Cartier beschrijft in een nieuw boek hoe Thérèse en moeder Teresa de dorst van Jezus lesten. Indrukwekkend, duizelingwekkend. Hij geeft ons een inkijkje in de ziel van deze twee Thérèses. Ja, zelfs als we het zo mogen zeggen, in de ziel van Jezus.